NEC speelde vrijdagavond tegen FC Emmen. Lang leek het de wedstrijd onder controle te hebben, maar in blessuretijd gaf het de wedstrijd alsnog uit handen. Het werd 1-1. Na de wedstrijd spraken we met trainer Adrie Bogers en Greg Breinburg. Ja, Adrie, lang lijkt je de wedstrijd onder controle te hebben. Gaat het vlak voor tijd toch mis? Waar ligt het aan volgens jou? Nou ja, dat ligt aan het feit dat we eigenlijk de eerste helft verzuimd hebben om meer goals te maken. Nou, je weet dat zij zijn gaan komen. En dan moet je gewoon temporiseren. Soms moet je gewoon de bal stadion uitschieten. Of een speler of de reclameborden ingooien. Maar ja, dat gebeurde niet. Je zet vorige week Cardiolo rechts buiten. Nu op de bank. Kun je aangeven wat dat je afweging is? Nou, we kijken gewoon wat we zeg maar van wedstrijd tot wedstrijd nodig hebben. En nou ja, vandaag in het strijdplan hadden we voor iemand anders gekozen. Maar ja, niet meer als dat. We spelen niet goed, dat is duidelijk. Maar toen zaten de resultaten wel mee en afgelopen twee wedstrijden niet. Maar we moeten zeker het andere vaartje gaan tappen, want ja, dat is NEC onwaardig.